Het gesprek in Brussel vandaag tussen staatssecretaris Bleker en Europees commissaris Potocnik heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. De Europese Commissie blijft zeer kritisch over de alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwiggepolder. Dat maakte de staatssecretaris bekend. Volgende week wordt er verder besproken of de door Bleker aangedragen alternatieven voldoende zijn om aan de Europese richtlijnen te voldoen. In Bruinisse en Sint-Annaland start volgende maand een proefproject om seksueel misbruik en mishandeling bespreekbaar te maken in bevindelijk gereformeerde kring. De christelijke jeugdzorginstelling SGJ gaat cursussen geven aan ouders, scholen en werknemers van de kerk. Volgens de SGJ moet de kerk zijn verantwoordelijkheid nemen en signalen van misbruik serieus aanpakken. Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de uitspraak in de zaak rond de voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Het OM heeft formeel cassatie ingesteld. Dat moet binnen 14 dagen gebeuren. Of de cassatie echt doorgezet wordt, kan het OM nog niet zeggen. Er is meer tijd nodig om de arresten te bestuderen. 2 weken geleden verklaarde het gerechtshof het OM niet ontvankelijk in de zaak. Volgens het hof hadden de medewerkers van Checkpoint niet vervolgd mogen worden nadat de coffeeshop jarenlang gedoogd werd. In de aula van de Hogeschool Zeeland werd vanmiddag op Poolse muziek een flashmob gehouden. Het doel van de flashmob was een subtiel protest tegen de website van de PVV, waar overlast veroorzaakt door Oost-Europeanen gemeld kan worden. De opkomst was enigszins teleurstellend. Vooraf was de verwachting dat meer dan 60 studenten mee zouden doen. In de praktijk bleken dat er om en nabij de 25 te zijn. Heeft u tips? Bel ons of mail.